De strijd tegen overgewicht kan alleen worden gewonnen als het bedrijfsleven en de overheid samenwerken op een structurele en lokale basis. Dat stelt Paul Rozemuller, de voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Overgewicht en obesitas is in toenemende mate een probleem. En het is een ongelofelijke klus om die trend te wijzigen en om tot een daling te komen. En als je het hebt over kinderen, jongeren, is 1 op de 7 heeft overgewicht. In dit soort wijken hier in Rotterdam misschien wel 1 op de 3 of 1 op de 4. Ja, en dan is het niet alleen maar een verantwoordelijkheid van de ouders om het te bestrijden. Je zult het met elkaar moeten doen. Een goed voorbeeld van lokale samenwerking is het programma Lekker Fit, dat zich richt op Rotterdamse basisschoolleerlingen. Het programma zorgt onder meer voor extra bewegingsaanbod en voorlichting. Een gemeentelijk waterbedrijf doet aan het programma mee door waterflesjes beschikbaar te stellen. In plaats van 2 keer in de week krijgen ze bij ons 3 keer in de week gymles. En daarnaast hebben we de schoolsportvereniging die daar ook aan bijdraagt, aan extra beweging. Het waterproject houdt in dat kinderen water kunnen drinken tijdens de gymles. En dat proberen we over te brengen naar de ouders, zodat thuis ook een gewoonte wordt om gewoon veel water te drinken in plaats van zoete drankjes. Ik vind het leuk dat ik water mag meenemen en ik vind het lekker. Omdat je er ook sterk van wordt en er zit geen allemaal suiker in. Rotterdam is een zogenoemde joggemeente. Jog is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht. Het houdt in dat de gemeente er samen met het lokale bedrijfsleven voor zorgt dat de kinderen gezonder eten en meer bewegen. Er zijn inmiddels 13 joggemeenten in Nederland. We weten dat die samenwerking tussen private partijen, bedrijfsleven en overheden, lokaal en landelijk, essentieel is. Bijvoorbeeld uit Frankrijk, waarin we gezien hebben dat het daar effectief is. En op de plekken waar ze bezig zijn, heeft het geleid tot een omkering van de trend. Daar daalt overgewicht en obesitas. Het bedrijfsleven zorgt voor de flesjes, de school maakt het mogelijk, de kinderen versieren het, dus het is aantrekkelijk voor hen om als ze dorst hebben naar een waterfles te lopen. Het is eigenlijk heel simpel. Rozemuller wees de overheid en het bedrijfsleven maandag tijdens de nationale balansstop ook op het belang van meer samenwerking. Op die manier hoopt hij dat Nederland de strijd tegen overgewicht uiteindelijk wint.